Welkom dames en heren bij het mooiste pretpark van Nederland. En dat was natuurlijk Disney Unique. En vandaag zijn we met een nieuwe Rollercoaster 3 aflevering. Elke maandag hebben wij gewoon heerlijk een bouwfestijn hier in mijn park. En vorige keer, weet je het zo goed, nog toen heb ik gebouwd hier aan die Bobbaan. Ik heb de baan iets veranderd omdat ik in de comments las dat ik hem niet zozeer veel over de baan, over het wegdek moest laten lopen. Dus over het pad zeg maar. Ik noem het even wegdek omdat het die kleur heeft. Een beetje dat grijze, weet je wel. Dus ik heb hem nu iets aangepast. Ik heb hem dus hier een bocht laten maken. Zoals je ziet kan hij aangeven, maar nu wel. Zo. Waarom zie ik die cursor niet in beeld? Nou, ik zie mijn muis niet in beeld, maar goed. Je ziet hoe die anders loopt en nu wat meer naar deze kant gaat. Zodat ik hier wat ondersteuning kan plaatsen. En dan gaat hij in een zigzagbocht zo naar boven getakeld worden. Het einde ben ik nog niet zozeer blij mee dit. Dus dat wil ik toch nog wel nog een keer aanpassen. Ik weet niet waarom. Maar laten we dat gewoon nu in deze aflevering een gedeelte gaan doen. Jullie hebben ook gezegd van, Vincent, dat station dat hoort er niet bij. Je moet een beetje zo'n Alpha Village. Dat is een band. Volgens mij, dacht ik. Je moet zo'n Alphine Village set moet je gaan neerzetten in plaats van zo'n kasteel. En daar was ik het volkomen mee eens. Ik dacht, je hebt helemaal gelijk jongens en meisjes. Daarom vind ik het leuk om naar jullie te luisteren. Want jullie komen met hele andere ideeën. Jullie hebben hele andere inzichten dan mij. Dus dan heb ik zoiets van, nou dat gaan we dan doen. Ik zat ook te denken, Rick Broers die doet ook Rollercoaster Tycoon 3. Dat weet ik, natuurlijk weet ik dat. En Rick Broers die doet zeg maar op een hele andere manier dan ik. Ik zal het ook wel iets langer spelen dan Rick. Want ik speel het al echt al, nou ja, vanaf dat het bijna uitkwam zo wat. Maar goed, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat Rick heel erg de campaign speelt. Die ik eigenlijk haast nog nooit heb gespeeld. Ik heb wel eens een paar missies gedaan. Maar ik heb nooit daadwerkelijk gewoon echt bemoeid met de campagne. Hier heb ik trouwens een probleem met de berg die ik er ondertussen aan het fixen ben. Wat natuurlijk heel erg veel tijd geeft. Of wat het heel lang duurt pas. Dit is echt zo kut, hè, mensen. Dit is echt het verschrikkelijkste kutwerk wat er is in Rollercoaster. Maar goed, Rick die doet het heel anders dan mij. Maar die speelt dus vooral de campagne heel veel. Nou, bekijk het lekker. Ik pas gewoon het water aan. Zijkers met dat water. Maar die speelt de campagne en die speelt niet om mooie parken te maken. Niet dat zijn parken heel lelijk zijn, maar je ziet duidelijk dat ik wel voor de mooiheid gaat. En dat Rick meer gewoon zijn doel wil behalen, wat natuurlijk ook heel leuk is. Daarom is Rollercoaster zo vet, omdat je twee kanten hebt van het spel. Je kan en mooi bouwen en je eigen fantasie helemaal uitleven. Sowieso kan je fantasie uitleven in een campaign, maar is dat heel anders. Maar het is sowieso heel gaaf. Maar je kan dus ook kiezen ervoor om gewoon wat heel moois neer te zetten. Zoals ik nu bezig ben. Steeds attracties renoveren, et cetera, et cetera. Dus dat vind ik heel gaaf dat de makers van dit spel daar ook over gedacht hebben. Want zo moet je het eigenlijk noemen. Ze hebben erover gedacht om dit te kiezen. En natuurlijk was in Rollercoaster Tycoon 3 was dat altijd, of in 2 was dat altijd de bedoeling. Hè? Dat je gewoon eigenlijk zo mooi mogelijk dingen kon maken. Dat vind ik zo vet. Nou, we gaan eens kijken wat we hiervan kunnen maken, want ik moet een beetje improviseren. En ik denk dat we dat maar een beetje met dit soort dingen gaan doen. Zo, en dan maak ik een grote spiraal, even kijken of dat gaat passen. Ja, dat gaat passen. Ik kan zoiets maken misschien. Even kijken hoor, dan zou je hem weer naar beneden moeten laten gaan, denk ik. Even kijken hoor, past dit? Misschien een S-bocht? Nee, dat gaat niet, dan gaat hij daarin. Even kijken hoor, S-bochtje. Hoe hoog zitten we nu trouwens? Misschien kan ik hier wel het einde maken. Dat is ook wel gaaf, denk ik. Dat je wat minder daar naartoe werkt. Dat je dit houdt als natuur. En dat je het meer hier zo afrondt. Dat je hier wat bochten maakt. Ik denk dat dat nog vetter gaat worden. Het einde is misschien een beetje anders. Maar ik vind hem wel mooier geworden. Ik ben sowieso, als ik niet tevreden ben, dan ga ik dingen gewoon aanpassen. En ik denk dat dit een heel leuke layout is hier. Het lijkt net een hele grote glijbaan, denk ik. Zo moeten we maar denken. Nou, het station gaan we weghalen. En we gaan sowieso ook de attractie weghalen, de Boomstamrivier. Ik weet niet of die een ander thema krijgt. Maar ik zou heel graag willen weten, jullie hadden gedacht aan een mijnachtbaan. En dat is natuurlijk ook fantastisch, een mijnachtbaan. En vorige keer zat hier ook de reetje dat ik inderdaad niet wist dat het Sebastian was van Diep in de Zee. Maar natuurlijk wist ik dat. Ik maakte gewoon een grapje. Maar soms weten jullie niet het verschil tussen een grapje en sarcasme. En dat is best grappig, want dan lees ik die comments en denk ik, jongens, kom op, nou, jullie weten toch, ik ben een Disney-fan, dan moet ik toch weten dat Sebastian is. Nou, zoals je ziet is de baan weggehaald. Het zal heel kaal ogen, maar het ziet er wel fantastisch uit door de thematisering. Moet je kijken, het oogt gewoon best wel heel gaaf, toch? Oh, hoort hij dat? Oh, dat is dit, joh. Ik dacht, jeetje, wat gebeurt er? Explodeert er iets of zo? Die moeten we trouwens ook nog eens updaten, maar ik vind hem wel heel tof, deze attractie. Oké,
wat gaan wij verder doen? Ik heb twee mogelijkheden, het station aanpassen of een achtbaan neerzetten. Ik denk dat we eerst het station gaan doen, want we kunnen een vinkje zetten achter die attractie van... Ja, ik heb hem voltooid! Yo! Het jammer is dat ik deze allemaal moet weghalen. Dit moet ik allemaal slopen wat ik allemaal neer heb gezet. En dat is op zich zonde natuurlijk. Want ja, maar het is niet heel veel moeite. Ja, het was wel moeite. Laat ik eerlijk zeggen, ik heb te veel tijd aan besteed aan dit station. Maar dat geeft niet. Dat geeft helemaal niet. We halen het gewoon weg. We halen het gewoon met de hand even weg. En ja, ik snap dat dit station is eigenlijk bedoeld inderdaad voor die monorail. En omdat ik juist heel goed kan werken met deze set, waar je ook heel veel andere attracties mee ziet dat er zijn gebouwd. Bijvoorbeeld dit station is wel met die set gebouwd. En kijk, dit is weer Alpha Village. Dus het gaat meer van dat kastelen, die set gaat hij naar Alpha Village set. Nou, oké, ik vind het goed. Als jullie het ook goed vinden. Kijk, ik koos ervoor om dit weg te halen omdat jullie het aanraden. En dan lees ik zulke comments en denk van ja, je hebt helemaal gelijk. Het klopt er helemaal niet meer bij. Het zou in principe wel kunnen, maar het zou natuurlijk verder zijn als hier gewoon een compleet Alpine Village dingetje komt. En dat is ik ga niet alles vervangen. Dus dat je zegt van dat blokje ga ik vervangen voor dat paaltje. En dat ga ik daarvoor, want dan ben je nog langer bezig. Dus wat ik nu doe, is grof gezegd gewoon even dingen weghalen. Wel zonde eigenlijk, hè? Want het zag er zeker mooi uit. Moet je kijken, het zag er echt leuk uit. Ik heb er ook echt mijn best op gedaan. Sowieso doe ik altijd mijn best, maar... hij had nog geen detaillering, maar ik zei dat vorige keer in de aflevering van... Ja, ik ga dan detailleren en zo. Maar nu komen jullie dus ermee van... Vincent, je kan beter gewoon een Alpine Village set neer gaan zetten, een station. Want dat past veel meer bij de Bobbaan en daar was ik het heel erg mee eens. Dus vandaar dat ik nu dus deze attractie voor een gedeelte sloop. Hij wordt een beetje kaal. Nou, zoals je ziet ben ik al bijna klaar met het weghalen. Het duurt even omdat je ziet hoeveel blokjes ik wel niet heb geplaatst. En inderdaad, zoiets heeft heel veel tijd nodig om neer te zetten allemaal. Daarom was ik ook trots op het station. Omdat, ja, je zag de hele... Het was best wel gedetailleerd. En ik denk dat je ook met die torentjes, dat het ook heel erg mooi oogt op een gegeven moment. Een beetje wonderlijk. En dat is ook de manier waarop ik mijn park bouw. Een beetje een wonderlijke, magische manier... Dat hij toch een beetje Disney Unique mag genoemd worden, weet je wel. Want ja, ik kan ook wel de Efteling gaan nabouwen. Maar of je het dan nog Disney Unique kan noemen, weet ik niet. Ik heb trouwens op ons forum, davinsterforum.nl, waar ik eigenlijk niet meer reclame voor maak op de rollercoaster video's. Zijn nog steeds mensen die updates plaatsen van hun park. Het is niet zo heel actief, helaas. Misschien dat jullie mij kunnen helpen door het wat actiever te maken. Gewoon davinsterforum.nl is het gewoon. En daarin kan je dus ook heel veel parken zien die mensen hebben gebouwd. En daar heeft iemand een heel mooi Efteling project is die mee bezig. En dat ziet er fantastisch uit. Het is geen unieke eigen bedachte versie. Maar het is gewoon echt een namaakpark. Dus ja, ze hebben het gewoon nagebouwd van de Efteling. Maar het zag er echt super goed uit. En ja, ik ben er nog steeds van mening dat je met rollercoaster 20.000 keer meer dingen kan bouwen en... doen dan Minecraft. Maar dat is logisch, want ja, eigenlijk mag je het spel ook niet vergelijken met elkaar. Maar daarom vind ik Rollercoaster nog steeds heel erg leuk om te spelen. Of ik het leuker vind dan Minecraft, weet ik niet. Want allebei de spellen hebben eigenlijk hun eigen iets. Maar Rollercoaster is natuurlijk wel geschiedenis. En we volgen allemaal de blog-updates op rollercoastertycoon.com natuurlijk. Want daarin wordt af en toe een update geplaatst over het nieuwe spel Rollercoaster Tycoon World. Nou ja, de trailer was een beetje geflopt. Ik weet dat jullie allemaal over de rode zijn. Dat jullie boos zijn en klachtbrief hebben ingezonden naar Atari en zo. Dat snap ik. Maar hun zijn dus bezig en ze zoeken weer een andere ontwikkelaar. De derde alweer. Dus nou, als dat niet goed gaat worden, dan kan je beter gewoon stoppen met het spel. Want dan ben ik bang dat ze heel veel geld hebben uitgegeven. Terwijl ze geen reet vooruit zijn gekomen. Nou, zoals je ziet, ondertussen heb ik dus het hele station zowat verwijderd. Dat ging best sneller dan ik had verwacht. Zoals je ziet is het heel kaal en saai. Ik zie nog wel iets wat ik ben vergeten weg te halen. Dat is dit en die trappetjes die ik erop heb geplaatst. En hier komt dus later een heel mooi stationneke. Een heel mooi stationneke. Ik ga er nu niet mee bezig zijn, want het is veel werk. Zo. Maar ik zet het wel eventjes op die manier af. Zo. Ik wil hem misschien nog wel even testen, want ik wil er nog even in zitten, want ik weet niet of hij dit allemaal gaat halen. Ik denk het wel. Ik hou ook zeg maar de overige bomen weg die we vorige keer ook in de baan zagen steken. En dat was op een gegeven moment zag ik hier een boom wat heb ik met dat hikje? Zag ik een boom ergens doorsteken. Weet u het nog? Ja, kijk, dit is die boosdoener. Deze boom, een hele fikse grote boom.
die stakken door die baan heen. En dat, daar schaam ik me dan voor. Dat denk ik van, ja, dat hoort niet. Dat ziet er niet mooi uit. Ik denk dat we gaan testen. We gaan de testrit doen. En heel veel plezier in de achtbaan. Gaan we, of in de bobsleebaan. Oké, daar vertrekken we dus met lege karretjes. Ik ben de enige bezoeker die erin zit op dit moment. Nou, hij heeft een vaartje. Klein vaartje. Gewoon dat de mensen alvast een gevoel hebben hoe het is in zo'n bobbaan. En we worden omhoog getakeld. Ik heb de snelheid iets versneld. Dus dat we iets meer vaart hebben dadelijk ook als we naar beneden gaan. Want hoe sneller je omhoog gaat, hoe meer vaart je natuurlijk hebt als je naar beneden gaat. Maar dat is natuurlijk een logische... ja, als je dat nadenkt erover, dan is het gewoon logisch. Dit was een heel moeilijk woord voor. Benedering? Gewoon laat me zitten. Ik weet het niet. Ik bedenk moeilijke woorden voor mezelf, maar ik weet niet hoe ze moet uitspreken. Zag je dat boompje? Dat boompje moeten we weghalen. Dat boompje stak, de takken staken gewoon keihard in die baan. Dat moeten we even weghalen dadelijk. We verliezen een beetje vaart. Oh, nee, we hebben best wel vaart nog. Oh, wat gaaf. Dat was gaaf. Dat een beetje zigzaggen, dat geeft toch een gaaf effect. Ja, ik ben er trots op. Het ziet er ook heel stoer uit trouwens, dat stuk. Het nieuwe gedeelte ook met die berg. Zo, dan gaan we naar beneden. Ja, we gaan steeds sneller. En we gaan dadelijk natuurlijk nog schuinen. Dus we gaan als het goed is nog meer vaart maken dadelijk. En dat is hier zo. Daar gaan we. Woehoe! Yeah! Oh, dit is gaaf. Kijk, en op het einde ga je gewoon langs zo heel rustig op je gemakje. Kijk eens. Dit ziet er tof uit. En dan zo'n heel kaal, leeg, droog station. Gaat hij het niet halen? Gaat hij het niet halen? Staat hij serieus stil? Ja, hij staat stil. Dat houdt dus in dat ik eigenlijk niet die remmen erin had moeten doen. Dus ik denk dat ik dat eindstukje toch nog weer even ga aanpassen. Zo zie je, ik ben toch nog wel een halve aflevering bezig met het aanpassen van zo'n bobbaan. Terwijl ik de vorige keer snel heb gebouwd op zich. Zo, ik ga nu eens kijken voor iets gaafs. En dat is natuurlijk die attractie. Die, waarvoor we eigenlijk heel veel verschillende dingen kunnen maken qua achtbanen. Ik ga het venster even openen en dan gaan we gewoon kijken wat hierbij zou kunnen passen. Ik denk als we even langs gaan, de achtbaan met mijn treintjes is natuurlijk de eerste die we hier kunnen voor gaan bouwen. Omdat het hele thema natuurlijk een klein beetje met het Wilde Westen matcht. En misschien kunnen we er ook wel wat meer Wild West van maken. Omdat het natuurlijk helemaal aangrenst. En ook wel wat thematisatie hebt van die andere attractie. Die trouwens helemaal niet wordt bezocht. Dit hele gedeelte wordt eigenlijk amper bezocht van mijn park. Wat ik eigenlijk heel erg triest en jammer vind. Dus ik moet eigenlijk iets verzinnen om dit ook een beetje bekend te maken. Terwijl ik het wel heel jammer vind dat er maar echt 1000 mensen in mijn park zitten. En ik haast niemand in dit gedeelte van mijn park ziet. Terwijl hier gewoon echt de leukste attracties staan. Met nog die onafgewerkte attractie hier van die Wild Waterrivier. Maar dat geeft niet. We gaan hier dus kijken voor een attractie achtbaan. Nou, die mijntrein vond ik dus wel passen als we een beetje Wild West gericht kijken. Wat hebben we nog meer? We hebben misschien wel deze Swinging Mine. Dat is misschien ook wel een hele toffe attractie die bij het Wild Westen past. Kan je natuurlijk wat minder capaciteit qua vervoer. Dan hebben we natuurlijk de Houten Mijn attractie. Zou ook wel kunnen gebruikt worden, maar ik weet niet of dat het gaat worden. En even kijken, wat hebben we nog meer? Hebben wij nog iets wat kan matchen? Misschien wel die... Ja, zo'n auto achtbaan past natuurlijk sowieso heel mooi. Maar daar hebben we er al één van staan in het park. En ik denk dat dat... Ik denk dat wel vet oogt als een houten achtbaan hierin komt hoor. Als ik eerlijk ben. Maar ik geloof dat die mijntrein achtbaan ook sowieso die mooie ondersteuning hebt van houten achtbaan. En daar gaat het ook denk ik om. Vliegende bocht is trouwens volgens mij een alternatief voor de bobsleebaan. Vorige keer ben ik er overheen gegaan. Maar er is dus toch nog daadwerkelijk een nieuwe bobsleebaan. Dat wist ik niet eens, joh. Ik dacht al, er bestonden er volgens mij 2 inderdaad. Wat hebben we nog meer? Qua echt wat erbij zou horen in de Wilde Westen, denk ik niet dat er echt meer bij zit. Dus ik denk dat wij een keuze hebben in... je hebt zo'n elektrische achtbaan. Je hebt ook een achtbaan met van mijn treintjes. Van een achtbaan met mijn treintjes die over een stalen spoor loopt. Dat eruit ziet alsof het een oude spoorweg is. Ik denk dat dat ook wel heel tof oogt. Ik denk dat ik hem gewoon neergezet en dat we niet zoveel moeten twijfelen hierover. En dat we gewoon de attractie moeten bouwen. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Hij heeft een groot station, een lang station. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is, dat je dat krijgt als je zo'n grote capaciteit wil. En ik denk dat we hier kunnen vertrekken. We moeten natuurlijk kijken of hij die vaart eruit gaat laten halen. 2 treinen van, 6 karretjes zie ik hier dat de max kunnen. Ja, nou laten we zeggen we gaan vertrekken. Je gaat door die... koepel heen. Even kijken of dat mogelijk is. Ik denk het wel. Even kijken hoor. We moeten even kijken hoe dit eruit gaat zien als we het een beetje mooi doen.
Gaat dat niet, gaat dat, ja, die nu kan ik doen. Zo. En dan zou je hem nu naar boven kunnen laten gaan. Ik moet natuurlijk heel veel dingen weggooien die we gewoon niet meer gebruiken. Ik moet uitkijken dat ik, als ik klik natuurlijk, dat ik niet op de rots klik. Want als ik dat doe, dan gaat er echt heel veel decoratie weg. En het is heel lastig om dat wel weer op de juiste manier te plaatsen. Dus ik ga heel voorzichtig, klik ik dingetjes weg. En moet ik ook bijvoorbeeld meneer Krabs weghalen. Sebastian! Oké, nou als het goed is, als ik hem hier nu naar voren laat gaan, dan kunnen we hem hier omhoog laten takelen. En zie je, dit gaat wel gaaf passen. Ik weet dat het wit, dat moeten we nog aanpassen. En dat kunnen we nu gelijk al doen. Zo, want dat ziet er natuurlijk niet uit. Oh, dit is gaaf, dat je gewoon door die setting gaat. Ik denk dat dat heel vet is. Dat je in het begin zo een beetje laag blijft, dat je nog niet omhoog wordt getakeld. Maar het oogt wel gaaf als je nu al wat omhoog gaat. Oh, dit is lastig, hè? Oh, dit is zo lastig. Want ik vind het ook leuk dat je door thematisatie gaat in het begin. Even kijken hoor. Ja, ik moet wel. Want anders kom je volgens mij tegen die rots aan als ik hem op één hoogte laat doen. Ik weet niet. Komt hij tegen die rots aan? Ja, hij zit heel dicht tegen die rots bijna. Ik denk dat hij... Even kijken hoor. Laten we zien. Komt het treintje aan. Kijk, daar komt hij. Hij komt... Ja, dat kan niet. Dit kan inderdaad niet. Nee, we moeten hem echt naar boven takelen. Oké, dat geeft niet. Dat is helemaal niet erg. Dat is echt niet erg. Kijk hoor, dan moeten we hem al denk ik hier omhoog takelen. Zo. Ik moet hier wel heel erg geconcentreerd voor zitten. Jullie kennen mij nu in onderhand wel. Dat ik dat altijd op die manier doe. Kijk hoor, hoe zouden we dit het beste kunnen doen? Want ik wil hem wel hier door heel die thematisatie weer laten gaan natuurlijk. Dat is natuurlijk het vetste. Kijk hoe die dit doet, zo. Het oogt ook wel gaaf, hè? Dit oogt heel gaaf. Het moet ook een beetje een familieachtbaan worden. Ik denk een beetje de Big Thunder Mountain misschien. Denk je niet? Denk je niet dat het echt heel vet eruit gaat zien als dit de Big Thunder Mountain wordt? Een idee? Ik denk dat dat gaaf eruit gaat zien. Laten we gewoon opnemen. En gewoon een speedbuilding doen. Ik haal mijn cam weg. En dan ga ik gewoon even een heerlijk achtbaantje maken op de versnelling. Daar gaan we!
Dat was alweer de aflevering van vandaag. Vond je het een leuke aflevering? Vergeet geen like te geven. En de volgende keer, dus volgende week maandag, gaan we een onrijd video maken van deze spectaculaire achtbaan. Heel erg bedankt voor het kijken. Laat vooral een like achter. En vergeet niet te abonneren in het midden van het scherm. En tot de volgende keer. Doei doei!